Er werd een man met heel veel tegenzin hier de straat overgeduwd en een auto uiteindelijk ingeduwd. Maar dat ging eigenlijk met zoveel geduw en getrek. Ja, hij had hem bij zijn armen vast en bij zijn middel, heel stevig. Plus er liep nog een tweede man bij die het een beetje in het gareel hield. Dus ja, hij kon echt geen kant op. Ik was bezig in de winkel en ik dacht nog van nou, wat voor geschreeuw is dat? En toen ging ik kijken, maar goed, toen waren ze al weg. Dus het is blijkbaar heel snel gegaan. Ik denk, gebeurt het nou echt? Ik denk, ik moet even kijken of dit... En toen met een heel harde schreeuw werd hij de auto ingeduwd en weg waren ze. En ja, er hangen niet zo heel veel camera's. Ik weet dat er één camera is en dat ook op social media gedeeld is, die foto. Verder heb ik daar niets van gehoord. Hoe is dat voor jou? Want ja, hier gebeurt natuurlijk normaal weinig, denk ik. Ja, klopt. Het was... Op zijn zachtst gezegd was het nogal bijzonder om te zien gebeuren. Ja, het gebeurde in een flits, het gebeurde heel snel. Maar ja, zoiets zie je natuurlijk eigenlijk nooit hier in Spanbroek. En wij zeggen wel eens gekscherend tegen elkaar, nou gebeurt er maar eens wat. Maar dat is niet de bedoeling. Dus ja, we zijn allemaal een beetje ontdaan eigenlijk.